Hey mensen van Mac Up Games en welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. De vorige keer zijn we in deze cave gegaan en ik ga heel snel door, want ik hoor allemaal zombies. Het is een grote cave. Het heeft heel wat afleveringen mogen duren voordat ik een grote cave vind, of in ieder geval een diepe cave. Even kijken hoe diep wij zitten nu. Wij zitten nu, en dan moet ik even kijken. Ik weet even niet serieus de diepte, dus ik spring even. Oh, we zitten 23. 23 is onze diepte. Oh, dan moet ik F3 hebben, dank je. IJzer. IJzer was ik aan het hakken, want ik ben er vorige keer achter gekomen, dus dat het echt een grote cave is, groter dan ik had gedacht. Dus ik dacht echt op een gegeven moment van, nou, ik ga gewoon wat dingetjes oplichten. Ik zat zelfs op een gegeven moment te klaren van, verdomme, het is weer een kleine cave. En toen liep ik langs een stuk lava en toen zag ik hoe groot deze cave daadwerkelijk was. Dus, yippie me, maar fuck me too. Dat is gewoon, ook gewoon, zo... Zo, ik stik in mijn eigen slijm. Dat is ook vervelend in de vorm van... Ik kan gewoon hier dus een aantal afleveringen doen. Dat is goed. Maar ik heb niet de resources om hier een paar dagen te overleven. Ik heb wel wat stokjes meegenomen. Maar niet genoeg om zoveel toortjes van te maken. Hè, ik kan nu dit allemaal, al deze stokjes gebruiken voor toortjes. Maar ik heb natuurlijk ook stokjes nodig mochten mijn tools kapot gaan. Dus ik weet niet eens of ik het wel ga redden met al mijn toortjes. Ik moet toch even Pieter de Steen inzetten. Pieter de Steen zijn we vorige keer ook tegengekomen. Die zit niet op mijn hand. Ik heb hem niet nodig. Doe ik het weer. Ik ben serieus. Ik heb het de vorige keer omgeswitcht. Dat Ctrl en Shift omgedraaid staan. Omdat ik er zo vaak eraan twijfel. Van shit, was het nou Ctrl of Shift om te rennen of te bukken. Dus dat heb ik altijd omgedraaid. En juist dan raak ik gewend aan dat Shift, Ctrl en Ctrl Shift is. Als je nog snapt wat ik bedoel. Dat ik sluip met Shift. Daar ben ik dan nu wel aan gewend. Gewoon like what the fuck. Ben ik nou terug aan het gaan? Ja, dit was een van de kanten die ik opging. Toen ging ik hier zo omhoog. En dan zo... Hier naar daar. Ik moest nog wel eventjes hier kijken voordat ik dit helemaal afsluit. Dus gaan we heel eventjes nog hier kijken. Oeh! Daar zit lava. Stilstaat lava. En dat lava is voor mij juist eigenlijk weer een oeh van oh shit. Maar ook een oh, omdat we dus nog dieper gaan. We zitten wel op nu 22 pas, dus veel dieper is het nog niet. Maar we komen al goud tegen. En goud is meestal de opstap naar dia. En dia hoop ik vandaag te krijgen. Ik hoop het echt vandaag tegen te komen. Want ik ga deze cave niet uit voordat ik hem helemaal heb geleegd. Of tenminste denk dat ik hem heb geleegd. Nee, maar daar bedoel ik ook. Ik heb helemaal dus geen rekeningen mee gehouden dat ik hier kan zitten. En heb dus ook geen emmer gemaakt. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga mijn... overtje even neerzetten. Dan moet ik even iets aan de kant gooien. En ik ga mijn crafting bench neerzetten. Oké. Hier gooi ik even 3 ijzer in. Of weet je wat? Zoveel als het kan. En dan 1 dingetje. En dan van de rest van het ijzer maak ik wel tools of zo. I don't know. Dat zie ik nog wel. Ik moet het hier dus ook even in de gaten houden. Tools, ik denk dan dat het een pickaxe wordt, want de pickaxes gaan natuurlijk snel in caves. Scheppen en bijlen wat minder. Zeg maar tot bijna niet. En een zwaard is daarna wat het meeste erop gaat. Ik zie daar nog wel wat kool, dus als het toch aan het bakken is, kan ik net zo goed ook eventjes alvast verder gaan met wat hier en daar graven. Ik bedoel, of hakken tenminste. Graven doe je met een schep, hakken doe je met pickaxe. Pickaxe moet je met hakken, jongens. Godver... Ja, sorry, met een pickaxe voel ik me mannelijk. En als ik een man voel, dan ga ik schelden. Dat is nou gewoon eenmaal zo. Dat mannen schelden. Mannen zijn niet zo van, kutje. Misschien ik soms wel, maar alleen bij de piggies. En kleine baby's. En kleine puppies. Ik bedoel, puppies zijn schattig. Maar, gooi je zo even... nog hier wat pickaxe in het ijzer. Of zal ik nog eerst eventjes hier een paar toortjes plaatsen? Ik denk dat dat wel even slim is. Oeh, goud. Nog meer goud. Goud. Bak. Ik voel me nu echt een rekke tassen. En het is trouwens geld, niet goud. Dat liedje gaat wel van geld. Bak met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Maar dat is niet hoe het liedje was zoals ik het wou zingen. Er zal trouwens ook een punt komen dat ik misschien wat kool laat liggen hier en daar. En dat is gewoon dan expres omdat ik denk van... ja... nee, boeit me niet. Dus gaan we heel eventjes nog het ijzer wel weghakken. Want dat kan ik natuurlijk altijd gebruiken.
Heb ik alles? Ja, ik heb geloof ik alles. Dan haak ik dit ijzer nog even weg. Het is nu even stil, dus er zijn geen mobs in de buurt. Dat vind ik altijd prettig. Dat vind ik altijd een prettige samenkom van omstandigheden. Want fuck de creepers, fuck de spinnen, fuck de skellies, fuck de zombies. Maar ik zag er net geloof ik alweer een paar staan. Of hoorde ik er in ieder geval weer een paar. Die komen eens daar vandaan. Ik ga dus wel eerst nog even mijn emmertje maken. En water meenemen, zodat ik dat lava over kan steken. Want ik weet heus wel hoe ik moet survivalen in een gebied als dit. Dat weet ik heus wel. Ik kom hier misschien niet vaak, maar dan weet ik het nog wel. Gaan we dit ijzer nog even weghakken, want dat moet natuurlijk ook in mijn broekzak. Want daar stopt mijn poppetje natuurlijk alles in zijn broekzak. 8 stukken heb ik verkregen. Dankjewel. Weer, ik heb al lang ijzer gemaakt. Hoe denk je dat ik dan anders aan deze pickaxe ben gekomen? 1 emmertje. 1 emmertje water halen. Dan haal ik heel eventjes ook nog een pickaxe bij. En... zal ik er toch... ja, ik heb gewoon nog zelfs een extra stenen zwaard. Omdat ik niet weet wat ik ermee aan moet. Zo erg is het gewoon. Dus ik denk dat ik dan... oh, moet ik juist andersom doen. Dat ik dan dat 2 ijzer gewoon nog even laat zoals het is nu. Plaats ik hier wel even een torch. Hier, daar zag ik die. Oh, vuile flikker. Dus pak ik even mijn emmer. Want ik heb niks aan mijn ijzerhert. Daar heb ik geen ene fuck aan. Pak ik het water hier. En dan gaan wij... ja... toch langzamerhand een weg banen daar naartoe. Wou ik weer de sprinten daar, hè? Oh, hij komt er al aan. Ik ga gewoon kijken van... hey, vriend, kom eens hier, jij. Komt eens gezellig bij Michael! Kom gezellig hier! Het is hier zo gezellig. Zo geweldig. Ik heb het nog nooit zo gezellig. Hij denkt nu ook echt gewoon van... fuck this shit, fuck hem. Hij slaapt me. Meer een beetje zo van... mama! Ik wou hem alleen maar een knuffel geven. Welkom eten in deze cave. En nu slaat hij me. Waar gaat die zombie echt heen? What the fuck? Die zombie is gewoon ertussenuit genaaid. Die dacht echt van... ja, fuck this shit, Mojang. Ik ga echt niet vechten met die gast. Die gast slaapt me tot pulp. Echt waar. Doe normaal, gek. Wat een psychopaat hebben jullie in deze wereld gestuurd. Zo denkt hij tenminste. Waar is hij heen? Serieus. Hij is gevlucht. Ik zit geloof ik nu wel op het dia-niveau. Ja, dit is echt... heb ik gehoord, tenminste 12 is het perfecte niveau voor dia. Dat heb ik tenminste gelezen, gehoord, gezien. Gezien niet. Ik ben bang voor die skelly, dus daarom zit ik echt... nou, er is niks waar ik in kan vallen. Oh, daar sta je. Hij zit echt zo op een hoekje van... mama, hij pest me! Dat is zijn moeder zeker, hè? Alleen hij is al veel doter. Is dat een woord? Doter? Kom maar halen dan, jongen. Hij loopt serieus weg voor mij. Hij is zo'n pussy. Bah! Lol! Lol, what the fuck? Hij springt het water duwt hem erin. Zombie, kom jij eens even hier. Kom jij eens even vechten, jongen. Kom vechten. Nee, kom vechten. Ik weet dat jij niet zo blij bent wat Mojang jou allemaal laat doen, maar jij gaat gewoon dood. Hoe ver je al dood nog kon worden... want je bent natuurlijk al pittig dood. Lapis lazuli is serieus handig. Vroeger pakte ik dat altijd. Omdat ik dacht van. Oh, is mijn blauw. Kan ik alles blauw maken wat ik maar blauw wil hebben. Maar dat geeft serieus dus nu ook. Heeft nou ook een doel. Je hebt het blijkbaar dus nodig om te levelen. Of te levelen, wat zeg ik. Om je levels in te leveren. Waarvan ik er trouwens heel veel heb. Om te enchanten. Oh, nog een skelly. Val jij ook eens even in het lava. Auw! Nee, niet pijlschiet. Ik zeg val in lava. Dat is anders. Oké, pak even een kippetje. Kan ik hem vanaf hier raken? Ik kan wel even dit weg doen. Dan komt hij misschien nog maar af. Niet? Niet? Nou, weet je wat? Dan kom ik gewoon op jou af. Dan kom ik gewoon op jou af. Oh, nou, auw! Dat was een pijl in mijn gezicht. Stop ik ook pijlen in jouw gezicht? Nee, dus doe even normaal, alsjeblieft. Tjonge, jongen, die skelly is dan tegenwoordig. Geen respect meer.
geen respect meer, man. Het is echt respectloos. Hoe die gewoon een pijl in mijn gezicht schoot. Ja, van de ene kant denk ik van, laat maar staan. Heb ik wat licht? Van de andere kant zul je net zien dat ik erin ga donderen. Ik ga hem eventjes laten staan voor wat licht. Zo. Ik zie daarboven nog een skelly en die gaat eerst even dood. Oh, en een creeper. Die zag ik dan weer niet. Hallo, creep. Creepy creep. Auw! Stomme steen. Stomme steen. Oké, okay. Kijk, dit soort momenten heb ik zo graag een pijl en boog. Want dan kan ik hem zo van... Taa, schieten, maar dat kan niet. Dus ik moet er gewoon met mijn zwaard... Attack! En... Dodge. Dank je. Hier nog eventjes eentje, want hier is het nog donker. En... Daarboven zijn nog allemaal dingen. Maar ik wil hier eerst eventjes gaan zoeken. Want nu zit ik op het diamantniveau... Dan moet ik ook diamanten gaan vinden. Want dit is al, weet ik veel hoeveel parts. Dus er zitten geloof ik al een paar 20 of zo. I don't know. Bijna bij part 20 dan. Maar we hebben nog steeds geen dia's. Echt, hoe skeer is dat? Dat is gewoon echt het toppunt van skeer. Ik wist dat dat daar zat. Dus ga ik dit eventjes zo weghakken. Maakt me dan ook niet uit dat ik al die stenen kwijtraak. Maar schijnlijk allemaal familie van, van Henk. Van Pieter. Pieter de Steen. Pieter de Steen. Daar zou ze echt serieus een cartoon van moeten maken. Echt zo van... De avonturen met Pieter de Steen. Dit ijzer wil ik wel graag niet kwijt. Dankjewel. Dan doe ik nog eventjes zo. Oh, ik schrok heel eventjes. Ik zag blauw van het water. Ik zag dat. En blijkbaar in mijn brein kwam dat samen tot dia. Maar dat is natuurlijk geen dia. Dat is een ijzeren echt steen. Blokje. Zo. En die wil ik hebben. Oeh. Dank je voor het water, maat. Zo, mijn stem ging daar helemaal naar de tering, tyfus. Ja. Zo, er doorheen. Eventjes hier een heleboel water plaatsen. Want ik zweer het je dat die diamanten moeten zitten. Die zitten op dit niveau en ik ga ze tegenkomen. Ik ga diamanten vandaag tegenkomen. Hoop ik. Ik zeg het alsof ik het weet, maar ik kan dat helemaal niet weten. Dus ik hoop... Ik moet torches hebben. Ik ga even de... Gewoon een beetje een random getal. 12 vind ik een mooi getal om mee te doen. Oh, dat is precies het aantal kool. Dat was serieus random, maar het komt eigenlijk heel goed uit. Zo, gaan we dit even... Oh, dat was niet helemaal... Oh! Oh! Wat hebben we? Zo, mijn god! Zagen jullie het? Zien jullie? Zagen ze? We hebben... Eerste... Eerst even lapis lus, jullie. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Maar dat ga ik namelijk helemaal uithakken. Dat zal niet in de lava flikkeren. IJzer! Maar vind ik niet erg als het erin zou vallen, maar liever niet. Maar dit mag nooit en te nimmer in lava flikkeren. Want jongens, meiden, dames en heren. Diamanten! Die gaan we halen. Die gaan we pakken. Ik hoop dat het er meer zijn dan twee. Oké, er zit niks onder. Ja. Ja. Drie dia. Oké. Nee, maar... Oké, wie houdt voor de gek? Ik ben zo blij met mijn drie diamanten! Oh! Ik heb drie diamanten! Hoe lang heeft dit moeten duren? Veel te lang. Ik lijk echt voor iedereen zo'n mogol van... Oh mijn god, dat zijn maar drie diamanten. Maar come on. Ik heb zo lang gezocht naar een grote cave. En de eerste grote cave die ik vind... Is meteen drie diamanten waard. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh, eindelijk kan ik een diamant... Ah, Jezus! Die verwacht ik niet! Voordat ik hem gewoon weg ga. Voordat ik hem weg ga hakken, ga ik er eerst even omheen hakken. Het worden er steeds meer. Wat de hel is dit? Ik kom.
kan nooit diamanten tegen. Ik ga één keer een diepe cave in. Bandia's. Bandia's zelfs. Fuck jou, timer. Ik ga dit even nog hiervan genieten. Deze aflevering ga ik nog even genieten. Dat ik hier gewoon even... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik ga het er serieus echt helemaal inderdaad omheen hakken. Om zeker te zijn dat er nergens en te nimmer iets zal zijn dat het mij gaat afpakken. Dat mij dit gelukkige moment gaat verpesten. No fucking way, José. Oh, ik dacht serieus daar even blauw te zien van... Ja, daar! Glitch! Ik dacht even, huh? Ik ben niet buiten. Ik zit vast te diep om buiten te zitten. Hoe? Ingeluid. Ja, ik denk dat er, dat we goed zitten. Ik zie allemaal dingen glitchen en doen. Ik vertrouw het allemaal niet. Oh mijn god. Jongens. Weer even... Oh my god, ik heb diamanten gevonden, jongens. En we hadden er 3. En we hebben er nu... 1, 2, 3, 4, 5 dia's bij. Ik heb er 8. Oh mijn god, zeg. Dit gaat lekker, dit gaat goed, dit gaat zoals hij wezen moet. Yeah. Oh yeah. Ik moet verder zoeken. Maar dat gaan we de volgende aflevering doen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Waarin we dus 8 diamanten hebben gevonden. Die stop ik veilig weg. Ik wil jullie wel... Ik ga het gewoon... Nee, fuck it. Ik ga met mijn diamanten ga ik zo showen. Zo, ik heb diamanten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie... Als jullie even nog een duimpje omhoog doen. Abonneer op mijn kanaal. Niet vergeten om ook nog een leuke reactie achter te laten als het... En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe Minecraft Survival. Waarin we verder gaan zoeken naar nieuwe diamanten. Ik zie jullie de volgende keer. Tot de volgende keer. Later. Doei. Ja, hier zit een piggy loos maatje. Een piggy maatloos maatje loosje. Oh, nou dan ga ik jou extra veel knuffelen. Gewoon omdat jij zo zielig bent. Kom op allemaal jongens, groepsknuffel. Ah, ah.